Goedenavond allemaal. KSK Heist, Eendracht Aalst, geëindigd op 0-2. Bij mij de twee trainers, Reggie van Akker voor Eendracht Aalst, Sis Bosgaards voor KSK Heist. Zij zullen hun mening geven over deze partij. Eerst en vooral de bezoekende trainer, Reggie van Akker, proficiat met de zege. En ik geef u het woord. Ja, dankjewel. Wat kan ik zeggen over de match? Ik denk dat de eerste keer is dat ik op Heist iets kon winnen. Dus dat doet altijd extra deugd, maar ik vind het ook dat het een verdiende overwinning was. Waarom? Omdat wij het balbezit nagestreefd hebben. We hebben ook geprobeerd om kansen te creëren. En we wisten dat Heist enorm kopbalsterk is, grote jongens. Het vaste concept waar ze al veel succes met gehaald hebben. En op een zeker moment kun je als trainer bijna een hartinfarct krijgen als onze keeper er een dribbelnummer gaat opvoeren. Maar ik moet zeggen, dat heeft ons misschien nog wat scherper gesteld en toch scherper en nog gemotiveerder om zeker die punten binnen te halen. En ik denk dat we op basis van kansen, van inzet, van mentaliteit, van voetbal, vandaag een verdiende overwinning op Heist hebben gehaald. Oké, dankjewel voor deze reactie, Reggie van Akker. Dan geef ik het woord aan waarschijnlijk ontgoochelde trainer Sis Bosgaards. Ja. Het goochelt net als heel Heist zeker. Inderdaad, Aalst was technisch de betere, liet de bal vlotter gaan en had ook het meeste percentage in balbezit. Maar toch denk ik dat we een viertal echt goede kansen gehad hebben over het verloop van de wedstrijd. En dat wie niet scoort natuurlijk ook geen punten kan halen. Die kansen zijn er wel degelijk geweest, ondanks dat Aalst het betere van het spel had. We speelden geen goede eerste helft, maar dan het cadeau inderdaad dat Van de Noordgaten geeft aan Jaime Ruiz. Moet net voor de rust uitmonden in een 1-0 voorsprong. Dat wordt dus genegeerd, die cadeau. En dan de tweede helft beginnen we veel beter aan de wedstrijd. Veel scherper. En komen een paar gevaarlijke fasen. En dan komt dat penaltygeval. Waarschijnlijk telt de fase in de eerste helft ook nog mee op, denk ik. Het is in ieder geval een domme overtreding die Yannick daar begaat, vlak aan de cornerlijn. En Van Belle kan dan 0-1 op het bord brengen. Dan hebben we Michel ingebracht, een speler die dus niet helemaal fit was, maar toch echt wel meer dreiging zorgde. Ook een tweetal goede kansen kon afdwingen, is één keer echt nipt naast. Seconde na de openingsgoal heeft Bart Webers daar een goede lobbalkans. Die bal gaat ook naast. Op de corner die daarop volgt kan Ruiz feitelijk aan de tweede paal vrij inkoppen. Die bal gaat dan helemaal voorlangs. Dus de kansen zijn er wel degelijk geweest en we hadden altijd moeten scoren. Maar aan de overzijde wordt dan onze aanvallende risico's nog afgestraft met een supershot van Gianni De Neve. En komt de 0-2 op het bord, dus is er plaats voor ontgoocheling. En moeten we ons weer terug herpakken op Racing Mechelen. Want de bonus die we dus bijeengespeeld hadden door op de leiders te winnen, die gaat zo natuurlijk wat verloren. En voor één keer vallen de uitslagen, ik heb ze maar eens vluchtig bekeken, mee. Maar natuurlijk wil je die stappen voorwaarts zetten en dat wilden we echt vandaag doen, moet je zelf winnen. En dat hebben we dus niet gedaan. Oké, dank u wel, Sis Bosgaards, voor deze reactie. Zijn er vragen aan een van beide heren? Geen vragen meer, sluit ik de persconferentie hier af en wens ik ook Reggie van Akker een behouden thuiskomst met zijn Aalst.